Anouk helemaal klaar met loser Johan Derksen. Zangeres en The Voice of Holland coach Anouk heeft het even helemaal gehad met analist Johan Derksen, die in de afgelopen uitzending van Veronica Ins ieder rapper quasi een lul noemde en hem al grappend in verband bracht met Zwarte Piet. De zes heren beschreven de man die in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet bij de BLM-demonstratie ging staan als een held. Derksen grapte vervolgens, weten we zeker dat dat niet Akwasi is? Anouk vindt dat echt nooddone en maakt Johan via een Insta-story uit voor loser. Anouk is al jaren fervent tegenstander van Zwarte Piet. Wat ze in zes zag vindt ze dus echt niet kunnen. Wat slecht. Om te kotsen dit, reageert ze. Are you fucking for real? En hiermee voegt ze zich in een heel lang rijtje van nerf met kritiek op Johan Derksen. In diezelfde zes-uitzending kwam ook racisme in Nederland aan bod. Volgens Johan zijn de BLM-demonstranten een stel schreeuwende gekies die de ruimte krijgen van media. Derksen en ook René van der Gijp vinden dat de demonstranten hevig overdrijven en stellen dat racisme in Nederland geen wezenlijk probleem is. Daarnaast zat Johan naar eigen zeggen schuimbekkend te kijken naar Lulakasi en zijn veelbesproken speech op de Dam. Zender Veronica liet eerder al weten dat men Johan niet aan gaat spreken op de Zwarte Piet-opmerking.